Steffi Nicolai, 17-17, tevreden? Ergens ben ik wel heel tevreden, want eindelijk hebben we nu ons eerste puntje na evenveel matchen te verliezen hebben. Maar ja, het had toch nog in mijn ogen beter gekund. Ik had toch liever die twee punten gehad, want één puntje vind ik toch nog wel te weinig. Maar, ja. Het was wel een bewogen wedstrijd, hè? Er gebeurde van alles. Ja, er gebeurde heel veel, ook veel, een beetje ruzie tussen de mensen. En weer veel geknokt. Het was een heel harde wedstrijd, ja, langs beide ploegen. Is dit het korfbal waar je van houdt? Het knokkorfbal, zal ik zeggen? Ik persoonlijk nu niet zo. Ik ben een vrij kleintje. Dus voor mij is het ook wel moeilijk als veel mensen beginnen te knokken. Maar ik zie wel graag knokkorfbal eigenlijk. Dat zie ik wel. Jullie halen het eerste punt binnen. Ja, het werd tijd, hè, dat dat eerste punt binnengehaald werd. Het werd zeker tijd, want tot nu toe waren we laatst eens met Riviera. En nu hebben we toch wel het ene puntje dat we toch voor de Riviera staan en niet meer achtste zijn. Er is een coachwissel geweest bij jullie. Heeft dat weerslag gehad op jullie prestatie of trainings? Wat bedoel je met de coach? Of, ja, met de vorige trainer. Ik vond het een hele goede trainer. Maar er is wat gebeurd. We hadden geen winst. Dus in mijn ogen moest er nu wel zeker iets gebeuren. Maar ik hoop, ja, nu, de volgende trainer gaat dat zeker goed doen. En ik hoop dat we toch wel zeker nog meer punten gaan halen. Wat zijn de ambities van Brugge-Rauwt? Zeker niet achtste eindigen. En kruisfinales gaat er denk ik voor ons niet in zitten. Maar ik hoop toch wel zeker dat we niet moeten voor de degradatie gaan. Dus dat we toch zeker vijfde, zesde. Dat we dat niet zeven of achtste worden.